Op zaterdag 12 oktober kon men een bakkie doen bij de boer op verschillende locaties. Wij deden een bakkie bij het boerenbedrijf van de familie van der Schans in Drongelen. We zijn op landbouwbedrijf Den Assem. Samen met mijn ouders en mijn broer en mijn zus hebben we hier een melkveebedrijf, een akkerbouwbedrijf, een gemengd bedrijf noemen ze dat ook wel. We melken hier koeien, daarnaast telen we ook akkerbouwgewassen als aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe, rode kool. Een heel divers bouwplan in ieder geval. Ja, wat kunnen de bezoekers zoal hier zien vandaag? Nou ja, het meest voor de hand liggend is natuurlijk de koeien die je hier ook achter mij ziet. Ze worden ook gemolken door een melkrobot, dus dat kan iedereen ook zien. Verder is natuurlijk in het landschap de gewassen wel te zien, maar verder wordt er vandaag niks op het land gedaan. Dus het gaat eigenlijk voornamelijk vandaag wel om de koeien, wat er te zien is, zeg maar. Wat maakt het voor jullie zo leuk om jullie bedrijf te tonen? Om de burgers toch ook kennis te laten maken met de sector natuurlijk. Wij wonen hier aan een doodlopend werretje, dus niet iedereen komt hier dagelijks langs. Dus dan is het wel leuk om te laten zien wat je daar nou eigenlijk aan het eind van het werretje ook allemaal doet. En dat kan je op een laagdrempelige manier laten zien, dus daar stellen we ons graag voor open. Ook kon men zien hoe een melkrobot werkt. We melken hier nu sinds bijna 2 jaar met deze melkrobot, dus voor ons nog redelijk bijzonder, zeg maar. Melkrobots bestaan al wel jarenlang in de sector en het wordt ook wel steeds meer geautomatiseerd. Er gaat heel de wereld eigenlijk naartoe, dus in het melksysteem is dat ook steeds meer gemeengoed. De koeien die kunnen iedere moment van de dag beslissen dat ze hier naartoe gaan en afhankelijk van het aantal liters wordt er besloten of dat ze 2, 3, 4 keer per dag gemolken worden. Dus op die manier zijn ze daar volledig vrij in om hun dagbesteding te volbrengen.